Het is vandaag vrijdag. Het is 8 uur. En ik ga jullie weer lekker meenemen dit weekend. Ik moet zo esotherapie naar mijn ervaringsdeskundige. Dat vind ik echt heel fijn dat ik er even heen kan. En daarna moet ik om 11:15 ga ik dan naar school vandaag, omdat ik mijn schoolkleding aan heb. En ik sta hier nu een lekker havermoutje te maken. Dus goede start van de dag. Voor de rest heb ik vanavond een feestje van Pam. Ik heb echt super veel zin om haar weer te zien. Ik mis haar echt. En voor de rest word ik een heel leuk weekend. Want ik heb allemaal dingen op de planning staan. Dus het wordt een leuk weekend voor ons, hoop ik. En ik ga jullie dus weer lekker meenemen. Waar ik zin in heb. Ik ga na school trouwens even trainen. Ik heb een nieuwe sportschool. Zal het jullie zo meteen of vanmiddag even beter uitleggen. Maar dat is ook wat ik ga doen. Dus ik... Ook al heb ik niet zo lang school, ik ben wel laat thuis vanavond waarschijnlijk. Maar eerst een lekker groot ontbijtje. Ik ben klaar om naar therapie te gaan en vervolgens naar school. Ik pak mijn tas en mijn trui voor als ik het koud ga krijgen. En mijn sleutels. En dan gaan we er van tussen. Wat een mooie blauwe lucht, jongens. Zie dit. Gehad was best wel pakkend, zeg maar. Ik merkte dat het iets met me doet, dus ik ben even lage energie, voel me niet heel chill. Ik heb net wel even lekker bij de Bakers & Beans gezeten, een lekker koffietje, bananenbroodje en even een beetje naar school gedaan en dingen voor YouTube die ik nog wil doen. En nu is het tijd om naar school te gaan. En daarna ga ik lekker trainen, daar heb ik wel zin in. Ik ben alleen mijn pre-workout vergeten, dus we gaan het zonder doen. En ik heb nog spierpijn van 2 dagen geleden, maar het maakt allemaal niet uit. Ik ga naar school toe. Ik ben klaar met mijn schooldag en het weekend. Eindelijk, yes. Het is in 3 uur. En ik sta... Voor mijn sportschool. Ik zit sinds kort bij een nieuwe sportschool. En ik ben weer gestart met fitness 3 keer in de week. Met een soort van personal trainingsplan. Als je meer over weet, kijk dan even deze Insta-post. Dus ik ga even kijken wat er vandaag op mijn schema staat. En dan gaan we lekker trainen. Ik ga jullie proberen mee te nemen als het niet te druk is. Ik heb namelijk niemand bij me die kan filmen ofzo. Dus ik moet hem zelf neerzetten. Maar als het te druk is, ga ik dat niet doen. Dat is het plan. Ik ben even een Red Bull Zero'tje aan het drinken. Omdat ik mijn pre-workout vergeten was. En ik dacht, dan heb ik nog iets van cafeïne. Die ga ik even opdrinken. En dan ga ik lekker naar binnen en trainen. Even lekker mijn kop leegmaken. Want dat is even nodig. Ik ben klaar. Ik heb ongeveer een uurtje getraind. Ik heb niet alles kunnen filmen van wat ik gedaan heb. Want sommige plekken is gewoon te druk. En dan ga ik niet andere mensen erop zetten. Dat zou ik namelijk zelf ook niet leuk vinden. Dat was een hele chille workout. Nu ga ik wel een heel chill gevoel het weekend in. Ik moet nu een 1/2 uur naar huis rijden. Deze sport zit een 1/2 uur van mijn huis vandaan. Verklaar me voor gek, maar goed. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aangezien ik net mijn armen heb getraind. En deze camera die heel klein is gewoon al... Zwaar is nu. Ik ben ook helemaal buiten adem. Net van, die trap. Huh. Maar goed. We gaan weekend houden. We gaan naar huis. Vanavond komt Roan naar mij. En morgen gaan we iets heel leuks doen. Maar eerst naar huis. Johnny. Johnny heeft het weekend. Hij denkt, geef me een beetje privacy. Ik ga hem gewoon in.
Je bent wel lief. We denken dus nog steeds dat hij zwanger is. Hij graaft zich altijd in en hij heeft allemaal haren zo in zijn huisje. Alsof hij een nestje aan het maken is. Ik heb even wat chills aangedaan. Een lekker joggingpakje. En ik heb net even gedoucht. Vond ik even lekker. Het is nu 6 uur. Ik ben aan het wachten op Rowan. Dan gaan we dadelijk even eten. Het is vrijdag, dus vrijdag. En vanavond misschien even bij de buren chillen. Dus. Goedemorgen! Goedemorgen! I feel good. Hallo allemaal, wat is vandaag zaterdag? Wij hebben vanochtend van de supermarkt geweest, naar de bakker geweest en even lekker ontbeten. En toen zijn we naar ons huis gereden, even een paar spullen opgehaald. Nu gaan we even de stad in. Ik wil heel graag een derde gaatje schieten, want ik weet dat van mijn ouders niet mag, dus ik wil het eigenlijk stiekem doen. Maar daar ga ik nog even over nadenken. En ja, dan gaan we daar dus even heen. En vanavond gaan we het heel leuk doen. We gaan ook met die vrienden van ons, de buren, skiën in Limburg. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik heb de GoPro opgeladen, dan kan ik jullie mooi meenemen. Het is wel een leuk dag, jongens. Bumpy ride, dat is leuk. Give me ya. Ga je er niet in doen. Jawel. Nee. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind. Hoping you'll still be on my side. We can't get lost in time. Van Breda. Ja. We hebben ons even omgekleed, skispullen gepakt. Wij gaan nu met de buren op naar Limburg, naar de Landgraaf. Allee, naar en lekker Limburg. Snowboarden en Rowan skiën. Let's go!
vandaag zondag, het is om 11:30. Wij zijn vannacht rond een uurtje of 12:30 teruggekomen. Hier is de pro-skier. Van de skihal. En wel echt mega leuk. Rowan is wel een aantal keer goed op zijn bek gegaan. Maar snowboarden. Dat is leuk voor de video. Snowboarden, want ik deed het allemaal voor de video, hè? Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Snowboarden is heel beter dan skiën. En ik ben één keer gruwelijk op mijn bek gegaan. Nou, dat was ook de enige allereerste keer, maar die staat ook op film. Dus die heb ik ook zeker ingedaan. Ik ben echt zo benieuwd hoe dat stuk gaat worden van als skiën gisteren. Maar we hebben allemaal heel erg naar wat zien gehad en heel erg leuk gehad. Ik hoop ook dat jullie het tot nu toe leuk vonden. Voor de rest hebben wij ons net even omgekleed. Ik heb een keer gespijt in mijn kamer, joh. En nu gaan we lekker naar beneden ontbijten. En vanmiddag gaan we naar de duinen met mijn nicht en het vriend van mijn nicht en de dochter daarvan. Dus daar heb ik heel veel zin in en wordt leuk. Zeg Rebecca, ja, je moet op je tenen gaan leunen. Nou, dan deed het eens. Ja. Dus we zien jullie zo. Oké, even een soort van tussenstopje van de weekendvlog. Ik heb namelijk weer een aantal hele leuke producten mogen ontvangen van Chiquelle, waar ik echt mega blij mee ben. Ik heb het in deze video ook al een beetje aangehad. Ik ga ze jullie even laten zien. Het zijn 4 producten. En ik heb daar ook een hele leuke kortingscode voor jullie die echt heel erg handig is, want het is best wel veel korting. Dus ik ga ze jullie even showen. Als eerst dit truitje. Ik vind deze echt super leuk. En hij zit echt mega lekker, is heel lekker zacht. Het is ook een crop top, wat ik zelf echt heel erg leuk uit vind zien. Omdat het een beetje een soort van chique look geeft hoe het eruit ziet. Dan heb ik daaronder deze broek. Bij deze is ook super zacht, heel erg stretchy. De pijpen die lopen wat wijder uit, wat ik zelf wel heel erg leuk vind. Hij is high waisted en hij zit echt super chill. En je voelt bijna gewoon niet als je een broek aan hebt. Ik draag deze twee nu bij elkaar. Het is officieel niet echt een setje, omdat de kleuren net iets anders zijn. Maar je hebt het wel in een setje, maar ik heb ongelukkig het verkeerde besteld. Maar toch vind ik dit wel echt mega leuk uitzien, zo. Dus daar ben ik echt mega blij mee. Dan dit setje. Ik ben de laatste tijd echt obsessed met pakken, vandaar dat ik dit uit heb gekozen. De broek die is echt precies goed. De zakken zijn groot genoeg, dus je kan gewoon je telefoon erin doen. En het zit echt mee. Ja, lekker. Ik zou dit niet zeggen als het niet zo is. Dus geloof me, dit is echt lekker. Het is gewoon een lekker chill pak. Die je ook gewoon lekker op straat aan kan doen. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan waren dat de 4 kledingstukken die ik heb uitgekozen. Ik ben er echt mega blij mee. Ik vind het super leuk. En het zit allemaal echt heerlijk chill. De kortingscode die ik voor jullie heb is 25% korting met de kortingscode MEGA25. Ik zal hem hier ook eventjes neerzetten. Deze is geldig vanaf 1 of 2 dagen nadat deze video online is gekomen, dan voor 5 dagen. Dus willen jullie er iets bestellen, gebruik dan mijn kortingscode en geldt op alle producten behalve de sale en de beauty producten. Wat ik ook heel chill vind als je kijkt is dat de kwaliteit gewoon heel fijn is en de maten goed vallen. En de verzending is echt mega snel. Ik had dit besteld en echt 2 dagen later was het al binnen. Dus dat is ook echt top. En dan gaan we nu weer door met de weekendvlog. Het is inmiddels 2 uur. Ik heb net even spullen gehaald voor de lunch bij de appie. En we zijn nu voor de frietent, want Rowan wilde friet als lunch. Dus daar wachten we even op. En dan gaan we even snel lunchen. En dan gaan we lekker naar de duinen, waar ik echt heel veel zin in heb. Het is echt zo lekker weer. Dus dat gaan we doen. Ik film trouwens even met mijn telefoon, want mijn camera ligt thuis. Het is inmiddels 9 uur. Ik heb vandaag niet heel veel gefilmd, sorry daarvoor. Maar ik heb wel een hele leuke dag gehad. De duinen waren echt heel erg leuk. En daarna zijn we nog met z'n allen hier lekker Mexicaans gaan eten. Dat was echt heel gezellig, maar dat is gewoon familieding. Dus dan ga ik niet de camera erbij pakken. Ik heb echt een heel erg leuk weekend gehad. Ik hoop dat jullie dat ook een beetje konden terugzien in de vlog. Nu ga ik even lekker douchen. Even de laatste dingen voor school doen en dan lekker slapen. Dus bij deze ga ik ook de vlog afsluiten. Vond je het nou een leuke vlog? Zeker even tijd. Maar vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Heb je nog leuke video ideeën of wat dan ook? Laat me zeker even weten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!